Banjul telt zo'n 30.000 inwoners, maar in de week komen hier dagelijks wel tot 100.000 mensen langs. Velen werken hier in de hoofdstad in de administratie of komen er handel drijven, zoals hier op de plaatselijke grote markt. Waar veel mensen samen zijn, is er ook veel afval. En dat opruimen is voor het stadsbestuur een kopzorg. Oostende helpt met bakfietsen en vuilniswagens. Almost 231 people in Banjul's cleaning service, but the people working in the compound is only 5 in number. Very limited number. They will finish the commerce area and in the morning another 5 people will come and work about 2 zones, which will contain almost 40 tons, and I can say 20 tons per zone. Definitely. It's helping us a lot. Een huisvuilverbrandingsoven is er niet en dus gaat alles naar dit immense stort aan de rand van de stad. Het is een meer dan vieze plek waar het niet te harde is van de stank. Sommige mensen gaan tussen het vuil nog op zoek naar bruikbare spullen. Met de stedenband liggen er nu plannen op tafel om meer in te zetten op recyclage aan de bron. In de stad zelf rijden ook deze bakfietsen rond om het vele straatvuil aan te pakken, maar het is soms wel dweilen met de kraan open. It helps a lot, but it is not only the cars that should help. It is the people who should help the cars. Because okay, now if the cars are contributing, the people should also contribute. Banjul is een stad met veel gezichten. Vlakbij de stortplaats strekt zich een natuurgebied uit van bijna 60 vierkante kilometer. Het is een uniek ecosysteem en een paradijs met wel 500 verschillende vogelsoorten. Maar de mangrove beschermt ook Banjul, dat eigenlijk op een grote zandbank en vaak onder de zeespiegel ligt. De veel grotere stad Serekunda ligt vlakbij en vormt een bedreiging door het afval en olielozingen. Met de stedenband hebben universiteiten van Brussel en Ho West met studies het belang van de mangroves aangetoond. We kunnen zeker echt zonder blozen zeggen dat we voor een stuk bijgedragen hebben tot het milieubewustzijn bij het stadsbestuur en toch ook duidelijk gemaakt dat het Tambi Wetland Complex echt heel belangrijk is voor het voortbestaan van het eiland Banjul. Het is niet enkel kustbescherming, maar bijvoorbeeld het is ook een heel belangrijke paaiplaats voor de vissen. Aan de mangrove is er dit dorp met mensen die leven van de visvangst en de oesters die ze er massaal oogsten. Maar sinds enkele dagen hebben de mensen er een activiteit bij. Dit natuurgebied is een uitstekend biotoop om bijen te houden en nu hangen de eerste korven er al. We put it here end of this month. Now, today is the third day of it. Yes, and the beans are there inside those boxes. And we are very proud of it and we are very happy on it. 10 mensen van het dorp volgden door de stedenband een cursus bij Bico's, een organisatie die bijna 10 jaar geleden begon met het maken van bijenkorven en het geven van cursussen. Vooral het belang van de bijen voor ons leefmilieu staat hier voorop. Honey is not the most important part of it. Pollination is number one. You can generate income, money. They will start with that and we also show them the wax, how to process the wax to have soap or to have body cream, which is our daily needs. And with that motivation, that will definitely make them more interested and more happier to do beekeeping. So that's a finished product. Peter Jatta is het dorpshoofd van het dorp naast de mangrove en is al helemaal in de ban van de bijenteelt. They tell me what those beans are for and what they work. What is their work for? It was interesting? Yes, it's very interesting. Because first time I don't know even those kinds of beans. I don't know them. I cannot even say that this is the male one, this is the female one. No, I cannot even identify it. But right now I can find. Morgen trekken we naar het ziekenhuis van Banjul, waar studenten verpleegkunde van bij ons stage lopen. We lopen ook langs in de Sint-Jozefschool van Banjul, die een partnerschool is van, jawel, het Sint-Jozefs Instituut in Oostende.